Nee. Nou ja, over geld, extra geld naar de zorg gesproken, daar gaat eigenlijk ook het volgende onderwerp over. Want een cardioloog in het Radboud UMC stopt met fysieke spreekuren. Ja, dat heeft niet met geld te maken, maar met de vaccins. Want Nederland heeft natuurlijk besloten om tijdelijk niet meer te prikken met AstraZeneca. En dat betekent dat Angela Maas van het Radboud UMC in Nijmegen nu heeft gezegd, zij is cardioloog, ik ga geen fysieke spreekuren meer doen. Voor de tweede keer is namelijk haar geplande prikafspraak afgezegd. En zij zegt, ja, ik voel me niet veilig om deze mensen dan dus fysiek te ontvangen. Dat heeft ermee te maken dat ze zelf 64 jaar is en zegt, nou ja, het is voor mijzelf misschien niet veilig. Maar ze heeft ook al een aantal keren te horen gekregen dat achteraf bleek dat ze iemand met COVID in haar kamer had, in haar behandelkamer. En ze zegt, ik wil het natuurlijk ook niet gaan doorgeven aan eventuele toekomstige patiënten. Dus zij heeft er nu voor gekozen om geen fysieke spreekuren meer te gaan doen. Deze oproep hoorden we vaker, hè? Ook van verschillende ziekenhuisbestuurders. Uw collega uit Rotterdam hebben we hier ook gehad. Die zeggen, ja, doe nou het zorgpersoneel eerst. Want doordat mensen dus in het ziekenhuis dan niet beschermd kunnen werken, hoopt de boel zich alleen maar weer op. Ja. Nee, dat is echt, als je eigenlijk nagaat dat wij landelijk kleine 40.000 vaccins hebben gekregen voor al die mensen in de zorg. Dat, ja, ik vind dat echt heel erg treurig. Toen hebben we weer gesoebat en opnieuw een kleine portie gekregen voor even in ons ziekenhuis waar 5.000 mensen werken. Zijn er nu een kleine 1.000 gevaccineerd. En we hebben nu weer een klein portietje gekregen, AstraZeneca, waar we deze week voor zouden vaccineren. Ja. Nou, dat is dus nu even on hold. Ik denk dat het goed is dat Angela dat statement maakt. Ik vind, aan de andere kant staan wij ook voor de acute zorg. Ook voor COVID, maar ook niet COVID. En hebben dan natuurlijk onze beschermingsmaatregelen.